Jan Vechter, al een aardige tijd beeldend kunstenaar. Jij hebt je tekeningen liggen onder de noemer. Zou je ons dat willen vertellen? Ja, onder de noemer. Je zou kunnen zeggen, ik heb twee onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over de dreigende oorlog, de dreigende Tweede Wereldoorlog, 1939-1940, die ik dus als kind heb meegemaakt. En het tweede, dat gaat over de 60er jaren, vier dagen Parijs. Maar laat ik eerst eventjes iets uitleggen hoe ik ben er toe gekomen eigenlijk. Omdat ik heb een jaar of 10, 12 geleden heb ik een boek uitgegeven. Een verhalenboek. En dat is allemaal prima gelopen. Maar toen ik het later weer las, toen dacht ik bij mezelf, ja, maar jij geeft beschrijvingen van heel beeldende dingen vaak. Ik dacht, je kunt dat natuurlijk wel doen en dat kun je ook wel goed doen. Maar een tekening, die wint het natuurlijk helemaal. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga met tekenen beginnen. En toen heb ik de periode die ik net noemde, van 1939-1940, heb ik alle beelden. Ik heb namelijk een fotografisch geheugen, daar ben ik erg trots op. Daar kun je heel goed mee uit de voeten. Heb ik die periode, heb ik alle beelden die ik me herinnerde, heb ik getekend, achter elkaar. Toen heb ik ze chronologisch ingedeeld. En daarna heb ik ze met een tekst verbonden. Het hoofdpunt, de hoofdzaak is dus de tekening, het beeld. Het is niet het verhaal waar een illustratie bij komt. Nee, het gaat om die beelden. En die beelden die worden aan elkaar geknoopt eigenlijk door kleine teksten en je krijgt dus een heel verhaal. De start van die nare oorlog. Ik heb het ook nog een titel gegeven, een raar jaar. Ik bedoel, ik was natuurlijk kind en dan vind je het natuurlijk allemaal heel raar, maar ook heel opwindend. Raar en spannend, hè? Zoals een kind in ook alles een spelletje kan zien, een stuk avontuur. Ja. Ik herinner me nog als gisteren, zondag 3 september 1939. Toen moest ik naar bed en ik kon niet slapen, ook om de warmte, maar het was ook dat ik gehoord had dat er oorlog was. En ik verbaasde me zo over de mensen buiten die gezellig in de tuintjes zaten te kwebbelen, alsof er helemaal niets aan de hand was. Ik begreep er niets van. En dat heb jij via deze print weten te vertolken. Ja. Ben jij dit? Het symbool van de start van. Ja, en hier loopt een overbuurman man met een plusvoorbroek aan. Dat was toen mode. Dat had natuurlijk al, die hele verbazing had natuurlijk ook al een voorgeschiedenis. Ik was ook al jaren eigenlijk echt een beetje bang voor oorlog. Ik herinner me dan ook nog heel goed dat mijn vader zondagsmiddags naar de redenvoeringen van Hitler luisterde in het Sportpalast. En die schreeuwde en dat was allemaal, ja, net alsof de beer los zou breken. Die aardlegsfeer was jou dus eigenlijk al aangereikt, binnenshuis. Ja, je voelde het als kind al helemaal aankomen. En dan het bezorgde gezicht van mijn vader, die daar naar de radio zat te luisteren, want die luisterde altijd, omdat hij ook eigenlijk bang was. We waren allemaal bang. Nou, en dit is in de herfst van 1939, toen ging ik op een maandagmorgen naar school. En wat zag ik bij school? Het hele speelterrein stond vol met Rode Kruiswagens van militairen. Reden militairen op motorfietsen heen en weer. Ik dacht, nou, dan is die school zeker bezet en dan hebben we geen school meer. Maar dat was niet zo. Nee, we werden met elkaar in het hele school, dus de hele school werd in twee lokalen gestopt. En daar werd dan les gegeven. En het hoofd van de school was razend, want die had een hekel aan rommel en aan herrie enzovoorts. Dus ze vorderden zonder meer alle klaslokalen. Ja. Daar situeerden ze zich. Bijna allemaal, ja.
Wat is dat voor mooi? Nou, dat was direct na de Sinterklaas. Toen ineens gingen wij naar Meppel. En ik als kind begreep dat allemaal niet. Ja, ik wist wel dat mijn vader in Meppel lag nu als reserveofficier. Maar vader en moeder hadden blijkbaar bekokstoofd dat het toch gezelliger is als we weer als familie bij elkaar zijn. En toen zijn wij dus op een goede dag zo ineens met een hele nieuwe dieseltrein zijn we naar Meppel gereden. Die trein komt er mooi uit. Ja, en die reed zo lekker hard en het was ineens het was natuurlijk een bijzondere verrassing, omdat ik anders naar school moest. En nou zat ik ineens in de trein en ik reisde voor mijn gevoel de hele wereld door. Dit was dan een familieportret, want mijn vader die vond dat in deze barre tijden moest er toch eens een familieportret gemaakt worden. En dit zijn ze dan allemaal. Ze lijken ook nog aardig, ja. Hier komen we dan in Meppel aan, op het station. Is dat station zo nog? In Meppel ziet het er nog net zo uit. Ja. Ik geloof alleen dat dit gebouwtje is afgebroken, maar verder is het nog helemaal zo. En het was daar heel erg stil en heel erg verlaten. En vader die zou ons komen afhalen, want we wisten natuurlijk ook niet waar we zouden komen wonen. Want we hadden een huis gehuurd, weer van iemand die ook opgeroepen was in dienst en die met zijn hele gezin naar Middelburg was getrokken. Maar het was wel heel stil allemaal daar. En, toen nog wel. Toen nog wel. En we vonden het toch allemaal wel een beetje raar, hè? Nou, en toen kwam mijn vader en toen wisten we waar we gingen wonen. En nou, enthousiast was ik niet. Jullie kwamen uit Den Haag, begrijp ik? Uit Voorburg. Voorburg, en compleet een verhuizing en na de oorlog teruggekomen. Ja, nou compleet, de meubels, er waren wel meubels. En we hebben dus het meest noodzakelijk eigenlijk meegenomen. Oh, dit is dreigend, goed uitgebeeld, van sfeer. Dat is tegen de 's avonds komen er vaak militairen met verlof. En dan was het even een drukke boel. Want toen was er een trein aangekomen. Er waren twee treinen aangekomen. En er liepen overal militairen. En verloofden die stonden dan te wachten. En dan was het ineens een beetje leuk. Dit was het achteruitzicht van ons huis. Een fabriek. Een fietsenfabriek. En toen we net een beetje gingen wennen, moesten we opnieuw wennen, want toen begon het te waaien en te sneeuwen. Telkens even liep ik langs de spoorbaan, omdat ik van treinen hield en omdat het in onze woonkamer stikheet was. De kachel was niet te temperen. Zo viel ik wisselend van het ene uiterste in het andere. Voornamelijk qua temperatuur. Ja. Als sergeant Zwart bij ons in de vestibule stond, was het meestal mis. Verontrustende berichten van de grens. Een gloeiende kachel, hete erwtensoep, rode konen en de Heer is mijn herder. Dat moest er absoluut bij. Ja, vond ik wel. De eigenaar van onze woning, die om dezelfde reden was verhuisd als wij, wilde dat in zijn studeerkamer alles correct op zijn plaats bleef. En dat gebeurde dus? Ja, we durfden niet anders. Als tijdverdrijf gingen de schippers baantjes rijden. Op kouse voeten, op Friese doorlopers. Echt op kouse voeten, geen schoenen? Nee. Kousen, met die Maar ja, ik weet het niet. Misschien oefening voor sterke enkels of zo. Ik weet het niet. Natuurlijk wist ik dat Meppel een knooppunt was. Dat de ene lijn naar Leeuwarden liep en de andere naar Groningen. En de dienstregeling kende ik in een ommezien. Met kerst was broer Koen over. Hij en ik kwamen op het onzalige idee naar Steenwijk te fietsen. Toen we daar eindelijk waren, moesten we ook weer terug.
En dat viel niet mee. Ik moest toch naar school, want ik had eerst gedacht, misschien vergeten ze me wel. Het zal de eerste keer geweest zijn dat ik me verheven voelde boven de anderen. Dat taaltje, die kleren en al die klompjes voor de lokaaldeuren. En dan dat militair, dat millimeterhaar van sommige gabbers. Zo had mijn vader het ook als jongen in 1910. Ik zat achter Barend Volkers, het voorbeeld van de klas. Wat die kon, rijtjes uit het hoofd opdreunen. Hij kreeg telkens een beurt van meneer. Zo moesten wij het ook kunnen. Maar Barend was wel zittenblijver. Kunst. In een park wonen is toch wel iets anders. Mijn vader had blijkbaar niet zitten suffen, want begin januari trokken we in een villa. Je kon er helemaal omheen lopen. De centrale verwarming was wel kapot. De vorige bewoner had niet gerekend op meer dan 20 graden vorst. En het waren bitterkoude winters, of? 40 was heel koud. Daar is zelfs een boek over verschenen. Ja, het was heel koud. Aan hoe denken we daar? Aan welke temperatuur? 20, 25 graden onder nul. Dat is Rusland? 'S Nachts, ja. En dat heeft, ik denk toch wel 2 maanden geduurd. Dus daar sprongen heel wat buizen, ja. Of? Ja. Ja. Ja, het was heel bar. En die sneeuw ook, die was gevallen, maar op een gegeven moment gaat het even dooien. Krijg je er water op en dat gaat dan weer aanvriezen. Dat wordt dan keihard. Wat je hier dus hebt, dit is gewoon een ijsbaan. En daar heb ik er ook bij staan, volledige concentratie om niet uit te glijden. En toen kreeg ik ook last van wintertenen. Door die rotkou kreeg ik wintertenen. 'S Avonds kriebelden ze als dollen. Met een mesje maakte ik er sneetjes in. Liever pijn dan jeuk. Oh. Ja, jeuk is erg hoor. Nu kon mijn vader officieren thuis ontvangen. Dat zeg ik even omdat dat eerste huis, dat was zo'n burgerstraatje en zo. En nu hadden we een villa. Zeer representatief. Ja. En ik was een jongen uit een gegoede kring die zich amuseerde in de serre. En zo hoort het ook. Ja. Dat was, dit is, ja, er zitten niet meer bladzijden in een boek, dus ik krijg nou het tweede. Een late spoedbrief moest altijd op het station gepost worden. Een lange sleep vol reizigers, als haringen in een ton. Ze lijken wel ingevroren, maar nee, er beweegt nog iets daarbinnen. Die laatste zin heeft een poëtisch tintje. Maar nee, er beweegt nog iets. Ja, ja. Dan zat je zo te gluren, wat er binnen nog wat gebeurde. De stemming in de wachtkamer was niet vrolijk. Zijn de verloven weer ingetrokken? Ach, hé. Hey. En dan met je uitrusting die ijsnacht in. Waarschuwing. Kom bij extreme kou niet met blote handen aan de loop van het geweer. Ze kunnen eraan vast blijven kleven. Zo was dat. Meneer Kieft, het schoolhoofd, was erg goed in ijsvrij. Hij hield zelf van ijs, van schaatsen. Hij had een vrije middag in ieder geval. Griep en een leven als een prins, zalig. Voorlopig hoefde ik niet meer beter te worden. Stiekem rommelen met gevaarlijk tuig is dubbel spannend. Zoals het een jongen betaamt. Ja. Ja. Het Drentse volkje was zonder twijfel gezagsgetrouw. Maar er moest wel gezag in de buurt zijn. En waar bestond dat, hè, dat gezag? Uit de onderwijzer of zo. Hè? Oh, dat. Niet per se militair op de hoeken van de straten. Politie, ja. Maar als ze dus eventjes alleen waren, dan gingen ze de meest gekke dingen doen. Belletje trekken of broek naar beneden, weet ik veel.
Maar was er nog wel politie? Werd het niet, gingen de militairen niet hun plaats innemen? Nee. Dat was, nee, politie was apart. Ja. Maart. Dooi. Eindelijk. Langzaam en gestadig. Het was een beetje als na de zondvloed. Alleen van voor de zondvloed hadden we hier geen weet. Zo liepen we rond als bodemonderzoekers tot de aardigheid eraf was. Het zoontje van de luit, ik dus, had een voetwrat. Even kietelen, grapte de legerarts die mijn vader best ter wilde zijn. Ons fort lag aan de Staphorsterweg en was gericht op de Staphorster schoffies. Van meneer Kieft mochten we met zelfgemaakte kwartiermutsen op school verschijnen. Ziet er heel knus uit. Giebelende meiden. April. Op zondag in de trein. Dat was toch wel raar voor een kerkelijk gezin. Maar vanaf de grens kwamen zeer verontrustende berichten. En Voorburg leek veiliger dan Meppel. Naar Utrecht zei moeder, nu zijn we achter de waterlinie. Nu zijn we veilig. Dus ik begrijp dat jullie weer terug naar Voorburg gingen. Ja. Met hele hebben en houden weer wonen. Ja. Het werd zo gevaarlijk en vader die durfde het niet meer aan. En nou, daar gaan we dan. 10 mei 1940. In de Herenstraat, de Voorburgse Herenstraat dan, komt een limousine aanrijden. Die stopt, de chauffeur stapt uit, opent het achterportier voor minister Slotemaker de Bruyne, die wegwandelt. Slotemaker de Bruyne was toen minister. De chauffeur neemt weer plaats achter het stuur, wacht en laat de motor ronken, knallen. Oh, wat laat hij die motor knallen. Een rare droom. Niks geen droom. Kijk eens uit het raam. Vliegtuigjes, rare wolkjes. En bij iedere knal komt er eentje bij. Zo de milieu, dat is schieten. Oorlog. 4:30 in de ochtend. En de radioomroep bleek al lang wakker en leek in tijdnood. Eskader Messerschmitts waargenomen vliegende noord-oost-zuid. Strijend, parachutisten neergelaten, waarschuwing voor parachutisten, vliegveld Waalhaven, schermutselingen van Duitse. Dit is oorlog, zei Koen. Met ons, jammerde moeder. O jongen, wat nu met vader? Luchtalarmgehuil. Het gebedje, heren, wilt u mij bewaren, was voor het eerst in mijn leven actueel. Onverhoeds scheerde een heinkel laag over de daken. Schuin tegenover werd de heer Kamiet, Rijksduitser en NSB'er, van zijn bed gelicht. Ongeveer 9:00, een andere overbuurman, die zelf absoluut geen telefoon wilde, bij ons aan het toestel. Hallo, ja, Kramer hier, ja, juffrouw, van de generale staf. Ja, dat klopt. Kapitein Kramer, wel bliksem. Nee, juffrouw, ik ben in gesprek. Potverdorie. Ja, hallo. Ik wacht op een wagen. Hallo. Wat? Is er geen chauffeur? Hoe moet ik dan? Weet u wel tegen wie u spreekt? Wat? Hallo, hallo. Een goede illustratie. Autoriteit. Ja. De eerste avond. Het begon vrij rustig, maar toen klonken naar kanonschoten buiten. En was ik gelijk klaar wakker. Ik ging rechtop zitten en werd een beetje bang. Ook hoorde ik nu een plaat achter de schoorsteenmantel tikkelen. Mijn hart begon te bonken. De dagen erop sliepen we met z'n allen op matrassen in de woonkamer, met de kleren aan. Een paar bevriende buren schoven bij. Gijs, de loopjongen van de kruidenier. Bij de overweg zag ik de Duitse parachutisten die schietend achter Nederlandse krijgsgevangenen zaten. Tjimke, onze dienstbode. En jij fietst overal maar doodleuk doorheen. Held Gijs. Ja, nou ja, doodleuk. Meer met het oog op de pinksterdagen zie je. Zeg maar wat er nodig is, wijfie.
Wat bezielde ons om vrijwel onafgebroken de berichten te volgen? Een goede vraag. Vooral omdat er telkens werd omgeroepen: vertrouwt alleen de voor u bekende stemmen. Ik begon het warm te krijgen. Is dat nou het weer of ikzelf? Dinsdag 14 mei. Toen 's middags de radio zei dat Rotterdam gebombardeerd was, stoof ik naar het zolderraam. Zou daar nou ook rook van verbrande mensen bij zitten? Eén dag na de capitulatie, ongeveer 7:30. Daar heb je ze, riepen een paar jongens. En of. Een onafzienbare stroom van ratelend geweld. Geen wonder dat we daar niet tegenop konden, zei een meneer met een bolhoed. Duitse troepen trekken Wenen binnen, Praag, Warschau, Kopenhagen, Oslo. Bekende krantenkoppen. Maar wat te zeggen van Duitse troepen trekken door Voorburg, langs de Parkweg, voorbij de Volwassenaar Hofmansschool? Ja, mijn jongen, Rotterdam, schade. Ik krijg er nog vier. Nog vier prenten. Ze hebben wel 5 dagen lang geprobeerd elkaar af te maken. De heer Laan van Middenburg. Dank u. Wij. Dat Duitse militaire is toch wel veel linker. Het hoofd der school. Jij denkt zeker dat je vakantie hebt. Ik kwam niet op school. We zaten helemaal op pad. En er was geen controle. Dat kon je gewoon permitteren als kind. Nou, wij bleven gewoon weg en werden ze absent. Tijdens de oorlog was er geen school. Maar na die oorlog bleven wij ronddolen natuurlijk. Want er was zoveel te zien. Het was wel spannend die tijd, hè? Ja. Het was al juni toen mijn vader weer door Voorburg wandelde. Terug uit het hospitaal. Een scherf door zijn hand. Hij had nog geluk. Dat was het. Jan, kun je de kijkers vertellen wat zich daar afspeelt en waar? Dit is Parijs, de Avenue de l'Opéra. Op een ochtend, een beetje een dampige ochtend. En met al dat verkeer erbij. En ik heb nog een Avenue de l'Opéra. Jan, jij bent een van die kunstenaars die elke dag met zijn vak bezig is. Van 's morgens tot 's avonds achter je tekenbord, je schildersezel. Ja, ik ben er natuurlijk wel mee bezig, maar niet altijd dat ik ook aan het tekenen ben. Maar dan denk ik erover na wat ik zal gaan doen. En dat kost je soms ook wel een paar dagen. Jan, eenzelfde gegeven bij avond? Ja, precies. Dit is alleen van een hoger standpunt. En dan kijk je dus recht naar de opera. Daarnet stond je met de rug naar de opera toe. En dat is al 's avonds om 11:00, 11:30. Veel theaters, veel auto's. Alles is nog aan het kijken naar toneel of voor andere voorstellingen. Tijd voor inspiratie is nog. Zeker, zeker. Je moet natuurlijk kijken, als je geen inspiratie hebt, dan moet je niet beginnen, want dan wordt het niks. Dit is Ongyong, een heel klein, piepklein dorpje. Een pleintje wat uit gras bestaat eigenlijk. Een paar gesnoeide boompjes, een kerkje, wat huisjes. En verder absoluut stil. Het ligt niet zo ver van Parijs af, maar daar merk je niks meer van. Jan, we zitten nog steeds in Frankrijk. Een klein pleintje van een klein stadje. Heel stil. Rare boompjes. En aparte huisjes. Het boeiende was voor mij het weer. Dat heel klein beetje dampige, stille weer. Maar toch helderheid. Jawel, maar iets meditatiefs heeft het ook, dat weer. En dat vind ik daar zo mooi, hè, in Frankrijk. Toch heel ander licht dan in Nederland, hè? Ja, maar het is vooral ook de
de vormen van die bomen, die huizen. In meer, die... meer bezonken bedoel ja. je? Ja. Jan, een niet afgemaakt schilderij of tekening? Heb ik net zo'n beetje de schets van klaar. Dat doe ik wel eens als ik eens een glasplaat met lijst over heb. Dan ga ik een ontwerp maken voor dit formaat. En dat moet natuurlijk niet alleen maar een bedenksel zijn dan, het moet ook nog gezien zijn. En dan heb ik zo dat, die plaat met die lijst en dan ga ik op het glas, ga ik met vetkrijt, ga ik de tekening maken zoals ik hem zou willen hebben. Nou, daar kun je een hele tijd kun je ermee doorgaan, totdat op een gegeven moment de schets helemaal naar je zin is. Dan ga ik de papier wat erachter zit, dat is dus nog helemaal schoon, dat ga ik dan voor de glasplaat plakken. En dan ga ik het tegen het raam houden. En dan neem ik deze schets, die volgens mij dan goed is en zoals ik hem hebben wil. En dan neem ik die schets gewoon over op papier. En dan ga ik met de tekening beginnen. Een heel eigen techniek. Nou, het is een handigheidje. Dat is het voordeel van glas. Als je bijvoorbeeld zegt, hé, als die kleur nou eens ietsje rooier was, hoe zou het dan zijn? En dan doe ik dat en dan ga ik dus met vetkrijt ga ik aan de buitenkant over het glas. En dan zie ik gelijk of het wel of niet goed is. Jan, ik zie daar Rotterdam, heb je verteld. Hoe benader je dat? Ga je daar zitten? Hoe doe je dat? Nou, dit is een heel oud gezicht uit Rotterdam, zelfs nog van voor de oorlog. En ik zag een foto toevallig van dit punt. En nou, dat vond ik zo boeiend, dat ik heb gewoon het gegeven van de foto overgenomen. Daarna heb ik de foto weggegooid, of in ieder geval verstopt. Ik heb hem niet meer bekeken. En toen ben ik dus gaan werken. En hetgeen wat ik dus in die, dat gegeven zag, dat heb ik, ben ik dus gaan schilderen. Je heel eigen wereld heb jij teruggehaald. Ja, dat heeft misschien een beetje te maken met vroeger. Ik ging heel vroeger met mijn vader wel naar Rotterdam. En dat was in die buurt waar mijn vader zijn zaak had. En dan liep ik als klein jongetje daar een beetje rond en snoof die sfeer op. En ja, dat raak ik niet kwijt, dat vergeet ik niet. Je had zo straks een mooie opmerking, Jan. We kijken naar buiten, het sneeuwt. Wat zei je daarover? Nou, ik vind het licht heel bijzonder altijd van sneeuw. Ik zou haast zeggen, sneeuw is lichtgevend. Voor jou kaatst het terug. Het is niet gewoon maar wit. Ja, het kaatst terug. Het heeft een... Wat bijvoorbeeld ook merkwaardig is met sneeuw, is dat alles wat niet sneeuw is, dat lijkt veel donkerder nu. En ik denk dat dat het effect is van dat lichtgevende wit. In contrast tot? In contrast tot, ja. 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 Wales, een leisteengebied. En wat je hier ziet, dat is een mijnwerkersplaatsje. Het is heel zonnig weer. Maar hoe zonnig het ook is, het blijft altijd een beetje somber, een beetje grauwig. En dat vond ik juist eigenlijk het gekke hier. Dat je toch een prachtig weer hebt en dat het daar in die plaats niet echt wil. Maar het is wel boeiend, het is verstild, hè? Mm-hmm. Mysterieus, volle maan? Ja, dit... Wij hadden een huisje in Bretagne en als wij dan uit het raam keken, dan zagen wij dit. Het bijzondere was haast nog dat je helemaal niets hoorde wat je in Nederland eigenlijk niet meer kent. En, de stilte. De absolute stilte. En door die absolute stilte krijg je zo'n merkwaardige sfeer. Die bomen die zaten er ook een beetje, het leek wel spoken zo. Je kunt er van alles bij suggereren. Ja. Jan, jij hebt ook een hele leuke hobby. Ik zie hier een treinenbaan, mag ik dat zo noemen? Ja. Vertel er eens iets over. Ja, nou dat is moeilijk hoor. Wanneer is het ontstaan, deze hobby? Ja, deze hobby heb ik vanaf mijn 14e jaar ongeveer. Alles handwerk? Ja, alles handwerk. Mogen wij de treintjes zien? Ja, natuurlijk. Ik heb hier dus het materieel staan.
het materieel wat hier staat, dat is weer niet voor dit station. Daar heb ik weer een ander station voor. En dit is dan de bak waar het spul allemaal in staat. En dit is allemaal Nederlands materiaal uit de stoomperiode. Zo, die personenwagens, dat is allemaal, dat waren die zogenaamde coupé-rijtuigen. Alles handwerk? Alles handwerk. Kun je er een uitpakken? Ja, zeker. Kijk, dit is bijvoorbeeld een, wij noemden dat een nieuwe derde klaswagen. Dat was het eerste staal personenrijtuig wat de Nederlandse spoorwegen had. Een wagen van 12 coupés en een toilet derde klas. En dat is van het vroege begin van, 1930, van de 30e jaren. Het kan niet rijden. Het zijn allemaal vaste wieletjes. Maar op zo'n formaat maakt dat niet uit. Het is natuurlijk allemaal suggestie dit. Dus als ik hiermee over die rails glij, dan suggereer ik toch rijden. En dus het toch slijt, het kind in jou. En het slijt ook vrijwel niet, want ik heb er aan de onderkant heb ik keiharde lijm zitten. Dat is preparatie. Ja. Dat het dus niet slijt en dat het makkelijk glijdt. Wat leuk. En hoeveel treintjes zet je er dan op wanneer je ermee bezig bent? 1 of zo'n tientallen? Nou, ik ben daar heel echt in, zou ik zeggen. Want zoals dit is dan een dorpsstationnetje, ook Nederlands. Dat is dus helemaal aangepast uit de 30e jaren. En nou, wat gebeurt er op zo'n stationnetje? Eigenlijk helemaal heel weinig. Maar af en toe dan komt er eens een trein langs. Eentje, ik heb hier een splitsing. Hier komt een lokaal trein. En dit is een secundaire trein. Dus dat is niet, het is nog helemaal geen sneltrein of zo, maar echt het buurtspoor. Op welk uur van de dag vermaak je je daarmee? Nou, als ik zin heb. Als ik zin heb. Als je een keer je inspiratie mist of zo? Zoiets, ja. Als compensatie. Ja. Ja. Jan, spelen de kinderen? Ja, het is een vrij vroeg in de morgen nog. En het is feest in Frankrijk. Wat voor feest doet er nou niet toe? Dan zijn de kinderen het eerst buiten. En een beetje een slaperige hotelier die staat daar een langskomende fietser te begroeten en een praatje te maken. Het is dus nog een heel klein beetje dampig, maar het belooft een hele mooie dag te worden. Ja, dat heeft dan met elkaar, had dat iets heel feestelijks voor mij. En dat was voor mij aanleiding om die tekening te maken. Jan, mogen we jou heel hartelijk bedanken. Nou, ik bedank jou. Ik vond het heel leuk om zo dat werk eens eventjes samen te kunnen bekijken. Graag gedaan.